Nou, welkom Frans van der Reep, hier bij mij op kantoor in Utrecht. We hebben elkaar al een tijd geleden al een keer ontmoet en vervolgens ook online wat contact gehouden. Toen ik ging nadenken over de Rating and Reputation Expedition, een vraagstuk over online waardering en reputatie, toen kwam eigenlijk gelijk jouw naam bij mij naar boven. Want ik zie je al een beetje als een verdenker, maar ook als een dwarsdenker. Maar jij denkt vooral heel veel na, maar maakt hele mooie linkjes, vind ik, maar ook met een kritische blik over de dingen die nu spelen. Een introductie van jezelf, volgens mij kun je jezelf het best doen, want je doet eigenlijk zoveel dingen dat ik geen keuze heb kunnen maken. Nou, ik ben Frans, jaargang 54. Ik vind dat ik ontzettend leuk leven heb. Nou, de kinderen en zo, die laat ik me even achterwege. Ik denk ik, sinds begin jaren 90 na over wat internet in brede zin, hè, dus de techontwikkeling, wat dat met mij doet, wat het met anderen doet, wat het met de samenleving doet. Wat het met onderwijs, politiek, banken, nou, you name it, doet. En daar denk ik over na, daar schrijf ik over, daar speech ik over. En ja, that's it. Ja. En daarnaast doe ik wat andere dingen in het leven. Ik heb een aantal commissariaten, ik heb een leerstoel en nog wat dingetjes. En ik denk dat misschien ja, anders dan anderen, dat klinkt een beetje van ja, ik wel, hij niet, hè, maar ik probeer ook echt internet te begrijpen vanuit de grote denkers van 50, 100, 200 jaar geleden. En bijvoorbeeld iemand als Kierkegaard, de grote filosoof, die heeft hele dikke boeken geschreven over wat tech met mensen doet. En het is over het algemeen denk ik buitengewoon verstandig om ook dit soort mensen mee te wegen in je kijk op wat er nou eigenlijk gebeurt. Ja. Rotzek is ook zo'n figuur, hè, van de eind 80er jaren, die al toen een boekje geschreven heeft over de Cult of Information Society. En dan hoef je allemaal niet eens met hem te zijn, maar het is wel verstandig, althans ik vind het verstandig, om dat mee te proeven. Norbert Wiener, hè, in de, kort na Wereldoorlog II, cyberneticus. Die heeft al heel veel leuke dingen gezegd. Fred Polak in de Nederlandse literatuur, de futuroloog. Fred Polak zei bijvoorbeeld in begin 50er jaren, donkere huiskamers, donkere hersenkamers. Dat is bij de komst van de tv. En hoef je het allemaal niet direct achteraan te holpen, maar het is toch wel een leuk om zo'n gedachte even te proeven. Fred Polak was niet gek. Dus het is verstandig om zo'n gedachtegang te. Nou, dat is wat ik dan probeer. En mis je dat nu ook in de discussies over alle nieuwe technologie, dat eigenlijk er heel erg weinig achteruit wordt gekeken naar wat er al over is gezegd en sowieso te weinig over wordt nagedacht over de werkelijke impact van de nieuwe ontwikkelingen op de maatschappij ik, en het individu? Ja, mijn inschatting is, en dat geldt ook voor mijzelf voor de goede orde, dat 95% van de mensen geen idee heeft waar ze naar kijken. En natuurlijk met zo'n Tesla die leuk en hard rijdt en zo, 1 cent per kilometer kost, dat snap ik allemaal bij. Maar wat er nou werkelijk gaat gebeuren in de ordening van de samenleving en onze context van een samenleving, wanneer je zoiets krijgt als een zelfsturende auto, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik heb recent daar een uitvoerende speech over mogen geven bij het RDW en op dat echt een beetje op dat onderwerp georiënteerd. En ja, en met mensen over gesproken. En nou, dit is ongeveer de voorste linie. Hè. De RDW is ook Europees licentietoewijzer voor dit soort auto's. Mm-hmm. Dus daar, en denk ik van ja, van wat gaat er nou echt gebeuren? Geen idee. Geen idee. En het heeft heel veel positieve kanten. En heel veel negatieve kanten. Daar heb ik geen idee. Maar daarom vind ik het wel fascinerend, ja, hè, ja, voor de goede orde. Ja, dus het maakt het zowel fascinerend als spannend. Ja, spannend. Ja. En soms ook denk ik van, jongen, waar ben je in godsnaam mee bezig? Ja. Ik snap bijvoorbeeld niet, even een praktisch voorbeeldje. Kijk, de banken en Visa, die zijn nu die contactless payment erin aan het jassen, hè. En dat gaat met veel lobby en weet ik wat allemaal gepaard. Maar contactless payment is bij mijn weten, en als het niet zo is, hoor ik het graag. Bent nog steeds insecure.
En ik vind dan, ja, dat moet je niet doen. Ja. Moet je niet doen. Ja. Ja, dat is een vorm van integriteit, moet je niet doen. Ja. En de reden dat, even inhoudelijk, dat contact payment een probleem is, is dat je tegenwoordig technologie hebt om die NFC-chip waar het op gebaseerd is, de reach daarvan te verlengen, dat 3 centimeter naar 10, 15 meter. En je hoeft dus maar met een goede antenne door de trein te lopen en je haalt al die kaarten leeg. Ja. Ja. Dus en denk van, ja, moet je niet doen. Ja. Wat je natuurlijk ook ziet in de hele balans tussen technologieagenda en de impact op de ordening van de samenleving, de institutionele vormgeving van de samenleving, de manier waarop je over onderwijs nadenkt, over praat. Er zit natuurlijk zoveel marketing power, skill power bij de techspelers, dat de overheid, inclusief Brussel, die heeft natuurlijk gewoon het nakijken. Ja. Ja. En dat is geen verwijt, hè? Wie dan ook, het is gewoon een feitelijke constatering. Ja. Ja. Google heeft heel veel macht. Ja, maar daar zijn wij in ieder geval onze samen wel over eens. Daarom heeft het nog wel misschien heel veel voordelen. Hè? Ik bedoel, mijn partner woont in Boedapest. Dus ik ben een fervent gebruiker van Skype. En ik vind bijvoorbeeld een site als Find Zebra ook geweldig. Find Zebra, dat klinkt niet. Nou, Find Zebra, dat is een site waarbij ook wat we tegenwoordig platform noemen. Waarbij je eigenlijk is het een soort longtail, maar dan voor medische zaken. Mm. Je hebt een paar ziektes die maar een paar keer per jaar voorkomen en heel verschrikkelijk zijn als jij de pechhebber bent, mm-hmm. de pineut bent. En die ziektes komen zo weinig voor je dat geen dokter ze herkent. Nou, maar er is aan de andere kant, er is altijd wel een dokter die hem herkent omdat hij dat net een keer heeft meegemaakt. Nou, Find Zebra verbindt die zaken. Ja. En ik noem dat in mijn werk altijd een beetje, en soms is het aan de negatieve en soms is het aan de positieve kant. Ik noem dat de jackpot society. De kans dat jij de jackpot vindt, de kans dat jij die ene nare ziekte die maar 3 keer per jaar voorkomt herkent, hè? Mm-hmm. De kans dat jij de jackpot wint is 0. De kans dat iemand er wint is 1. Nou, wat je dus met internet doet, is dat de kans dat iemand de jackpot wint groter wordt. En dat is precies wat er gebeurt. Ja. Ja. Mark Zuckerberg is helemaal geen slimme meneer. Maar die had het geluk dat op het moment dat de samenleving toe was aan iets wat wij nu speelhoek noemen, dat die behoefte aan die functionaliteit, terwijl er op dat moment wel 20 Facebooken waren, waarvan mm-hmm. sommigen zelfs beter dan wat Facebook is geworden, dat hij net zijn kant is opgevallen. Ja. Jackpot Society. Ja, ja, plus daarnaast, kijk, uiteindelijk is ieder idee natuurlijk al duizend keer bedacht van tevoren. Ja, precies. En uiteindelijk gaat het denk ik vooral heel erg om de timing en ook de executie. En in timing, daar zit natuurlijk ook een grote gelukfactor in. Ja, want natuurlijk kun je alles achteraf terugredeneren. Maar vooraf heb je vaak geen idee. En je ziet hetzelfde bij dit soort platforms, zie je dezelfde dynamiek als bij een nieuw café of restaurant dat opent. Dat weten ze dus al jaren. Het succes van café wordt in de eerste 10 dagen bepaald. Ja. En als in de eerste 10 dagen de loop niet begint, hè, niet mm-hmm. die trilling is, kansloos. Ja. Ja. Dan kun je het nog een beetje een half jaar in het licht houden, maar gaat niks worden. Ja. Ja. En je hebt dus massa nodig. Dus, en op een of andere manier moet je die massa of organiseren, of je moet het geluk hebben dat het naar je toe komt, hè. Maar meestal is het kwestie van organiseren. Van waaruit dus die jackpot naar jou toe gaat vallen. Ja. Vandaar dat al die internetbedrijven op marktaandeelstrategieën zitten. Ja. En je hebt die massa nodig. Je moet zorgen dat is in dat HubSpoke denken. Je moet natuurlijk zorgen dat via jou gaat. Ja. Anders gaat er niks gebeuren. Als je kijkt, hè, wat je aangeeft, enerzijds hè, zijn er de onduidelijkheid over het heen gaat. En een stukje aan die nieuwsgierigheid, maar ook een stukje zorgen. Anderzijds geef je elkaar aan, oké, maar ik gebruik het zelf ook allemaal, dus toch zie je heel vaak, en wat ik ook omheen zie, dat stukje convenience het altijd wel wint. Hè? Ja, want we weten allemaal. Ja, dit is de echte smartphone, hè? Nokia, zo. Dat, een oud ding. Die dingen worden geld waard. Mm-hmm. Dat is ook zo. Maar mijn punt is niet dus dat je tech moet haten of dat je er bang voor moet zijn, maar dat je in de rol van burger die we hebben, of in de rol van de overheid, of in de rol van bedrijfsleven, dat je daar iets bewuster mee zou moeten omgaan. Ja.
Ja. Van als je dit doet, hè, als je bijvoorbeeld, zoals in Amerika net is gebeurd, als in Amerika het besluit gaat genomen worden of is genomen, dat wil ik vanaf zijn, dat kinderen niet meer hoeven te leren schrijven. Hè, dus met lopend schrift, omdat je dat toch met een iPad kan doen. Moet je over nadenken van, nou, als we dat gaan doen, van wat is daar dan de impact van? We weten bijvoorbeeld uit nou, ik weet het niet, hè, maar we weten het uit onderzoek, dat schrijven iets anders met je hersenen doet dan een iPad. Mm-hmm. Misschien is het goed, misschien is het niet, maar je moet de vraag stellen. Als je bijvoorbeeld de TomTom invoert, niks mis met de TomTom, hè? Maar het betekent op termijn dat mensen hun oriëntatievermogen, dat zich anders gaat ontwikkelen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik heb 4 kinderen. Mijn oudste 3 hebben geen TomTom nodig om in de bos te komen voor een etentje of een leuk feestje. De jongste wel. Dat is helemaal niet erg. Maar mijn jongste die komt echt wel aan in de bos, hoor. Maar ze heeft geen idee waar ze is. Ja. Is dat erg? Is dat niet erg? Dat gesprek moet je gewoon voeren. En die agenda moet je dus, denk ik, niet overlaten aan de techbedrijven. Ja. Dat is niet oké. Okay. Ja. Over het meer nadenken over gesproken. Hè. We zitten hier eigenlijk vandaag ook vooral met de focus. Ik denk dat we in ons gesprek heel veel kanten op kunnen gaan. En waarschijnlijk de komende 4 uur nog een superboeiend gesprek kunnen hebben. Mm-hmm. Leuk. Misschien dat ook wat erg leuk met je met jou in gesprek zijn. Zowel digitaal als in het echt. Ik ben nu vooral, als je kijkt naar Crowdvision, heel erg aan het kijken naar online rating en reputation. Dat is eigenlijk het onderwerp. Ja, het is 3, hè? Review, ranking en reputation. RRR. Ja. En juist om te kijken van, meer om het ook te leren begrijpen. Van, wat gebeurt er nou? Maar ook van, is het echt nodig? Hoe werken de systemen? Wat zijn de ingrediënten voor een beter systeem? Wat ik heel erg merk is dat platformen heel erg vinden dat wij elkaar moeten waarderen. Maar de vraag van, oké, maar wat voegt het nou echt toe? In ieder geval, hoe erg transactievolgend is het nou? Is relatief weinig bekend. En daarnaast zijn we ook natuurlijk in het leven ook meer gewend om ook meer te vertrouwen op instituties dan op individuen. Bijvoorbeeld als ik de trein pak, ga ik ook niet checken van tevoren van, goh, heeft de machinist wel een 4,7 star rating of niet. Precies. Dus vertrouw veel meer in instituties. Eventjes, als je kijkt naar die systemen, in ieder geval, je noemde het zelf net al RRR. Hoe kijk je zelf tegen die systemen aan en ook naar de opkomst van die systemen? Hele interessante vraag. In de eerste plaats denk ik dat online reputatie niet bestaat. Offline, uiteindelijk is reputatie altijd offline. Even, ja, mooi. Maar de laat ik zeggen, de bron waar het ontstaat, dat kan natuurlijk een combinatie van off en online zijn. Ja. Ja. Wat we weten is dat de word of mouth altijd dominanter is dan de invloed via internet. Als jij mij vertelt, joh, je moet naar dat restaurant gaan of café, dan is de impact in mijn hoofd veel groter dan dat ik reviews op internet lees. Ja. Dus dat is één kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal is, wat we ook weten, is dat de rankings in hoge mate manipulatief zijn. Er zijn onderzoeken geweest, ik weet niet of je die kent. Echt serieuze onderzoeken met dat mensen gespeeld hebben met de manier waarop bepaalde informatie is aangeboden, met spelen met ranking. En dan zie je dus dat mensen dus reageren op de bestaande ranking. Ja. En dat zet dus de sluizen wagenwijd open voor manipulatie. Ja. En dat was vroeger natuurlijk ook wel zo, maar ook dat moet je dus meenemen in je appreciatie. Ja. Ik denk dat het niet zozeer gaat over reputatie. In de zin van hoe aardig vind je me. Maar veel meer van gezien zijn. En mijn one-liner voor dit onderwerp, om even een punt te maken, is wie niet gezien is, is weg. Ja. Wie niet gezien is, is weg. Je voelt ook de woordspeling erin, hè? Gezien is gezien. Maar als je niet gezien bent, In de hele battle voor aandacht waar internet over gaat, want aandacht is natuurlijk de echte value, ben je sowieso weg. Dus, en de reputatie is in de internetwereld niet zozeer een drager voor kwaliteit. Hè, want het is een goede timmerman en die kan echt die stoel goed in elkaar schroeven. Maar het is meer een drager voor aandacht, een drager voor de kans dat jij daar gaat klikken en niet daar.
Dus het zou kunnen zijn, maar ik ken daar geen onderzoek over. Het zou kunnen zijn dat reputatie in de online wereld in de kern een ander antwoord geeft. Dus een ander probleem tackelt dan de reputatie in de offline wereld. Mm-hmm. Ja. Dat weet ik niet, maar dat is mijn gevoel. En volgens mij gaat het dus in de online wereld veel meer over gewoon plat dat je bekend bent. Los even van de vraag of dat op een leuke manier of een minder leuke manier is. Ja, ja. Ja, en bedoel je met bekend ook dat jij op het moment dat je bijvoorbeeld iemand hebt met twee waarderingen, of als je bijvoorbeeld kijkt naar Airbnb, of iemand met 200 waarderingen, dat uiteindelijk in ieder geval die met 200 waarderingen daarmee altijd wint. Dat weet ik niet, maar het begint er al mee dat je überhaupt weet dat die ene van twee waarderingen bestaat. Mm-hmm. Als er een briljante site is, maar ik weet niet dat die bestaat, dan ben je sowieso weg. Ja, ja. Dus een van de functies van online is dat je überhaupt weet dat die bestaat. Mm-hmm. Want wie niet gezien is, is weg. Ja. En dat wie niet gezien is, is weg, is in de digitale wereld veel hardhandiger dan in de online, offline wereld. Ja, maar ook veel platter, omdat er ook vaak gewoon de context ontbreekt. Ja, gewoon, want je weet het niet. Ja. En iets wat je niet weet, kan je niet op reageren. Daar heb je ineens een idee bij. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ik vertelde je net die site met profileren. Dus ik vind dat een hele interessante Crystal Nose. Hè, mm-hmm. Ik vind dat een hele interessante site, los even van of ik dan werkelijk positief of negatief word. Maar je kende hem niet. Ja. Nou, dan kan die site kan een briljante reputatie hebben. Voor jou is hij nul. Ja, ja. Ik weet niet eens dat hij er is. Ja, want even kort Crystal Nose, want de camera was nog uit toen we het erover hadden. Dat is een site die jou op basis van DISC, jouw persoonlijkheid profileert. Op basis van wat ze over jou op internet kunnen vinden. En er zit wat intelligentie onder. En het tweede is dat, stel dat jij met Pietje Puk wil praten, of je wil iets van Pietje Puk. En jij hebt een beetje het gevoel van, ja, hoe moet ik dat nou aanpakken? Moet ik gewoon zeggen wat ik wil? Onweg, moet ik vriendelijk zijn? Moet ik to the point zijn? Dat hij jou dus hele concrete tekst suggesties doen van hoe moet je Pietje Puk benaderen en wat is een effectieve strategie. Ja, ja, gaaf. Ja, dat is het. Als jij salesperson bent en je gaat naar iemand toe die je niet kent, is het buitengewoon verstandig om dat even te doen. Ja, alleen ik kan zeker checken. Ja, ja. Mooi. Maar mijn punt in het kader van reputatie is, vooralsnog kende je het niet en dan is dus de reputatie van hun gewoon niet relevant. Ja. Dus dat is iets wat bij ook speelt. En dat speelt bij de digitale wereld, denk ik, scherper dan bij de analoge wereld. Maar is dan niet dat in een wereld van steeds meer information overload, hè, dus steeds meer, wat ook de drempel om iets zelf te creëren ook steeds lager wordt. En die wordt alleen maar lager de komende jaren. Dat het ook steeds lastiger wordt om ook daarin op te vallen. En op een gegeven moment ook dan op lange termijn dat mensen steeds meer hun best gaan doen. Zowel positief als negatief, maar ja, vaak je best doen is vaak toch harder schreeuwen of slimmer nadenken hoe je kunt manipuleren om het eigenlijk maar aan te krijgen. Nou, internet takes all, hè? Dus de winner takes all strategie, dat heeft hier onmiddellijk mee te maken. Wat andere elementen in de reputatie, die anders dan in de online wereld, offline wereld, die bepalen dat je er toch gebruik van maakt. Mm-hmm. Het eerste is dat je het überhaupt weet. Het tweede is neem Airbnb in het kader van winner takes all. We kennen allemaal Airbnb, dus dat hoef ik denk ik niet toe te lichten. Stel dat jij wil met je vrouw, met je vriendin, een weekendje naar Madrid of zo. Hè. Nou, dan ga jij naar Airbnb. Waarom? Punt 1, omdat je het kent. Punt 2, omdat je ergens in je hoofd inschat dat de kans op om daar iets te vinden van wat bij jou past, mm-hmm. Veel groter is dan bij een of andere lokale site in die over de Madridse markt, die er ongetwijfeld ook is. Mm-hmm. Ja. Nou, dus de kans dat je succes hebt is gewoon groter bij Airbnb. Dat geldt voor jou als huurder, maar dat geldt voor degene in Madrid als verhuurder ook. Ja. De kans dat hij of zij gevonden wordt, is natuurlijk ook groter. Ja. En zo krijg je dus dat Airbnb, los even van reputatie, toch als een kool groeit. Dat is op het niveau van gebruik van Airbnb. Daarbinnen heb je natuurlijk van, ga ik naar dat appartement of ga ik dat appartement of dat appartement. Maar dat is de volgende stap in het proces. Het zou kunnen zijn dat dan
reputatie een beetje gaat meespelen. Maar dan denk ik dat, ik ken daar geen onderzoek over, ik denk dat jij dat gewoon veel beter weet dan ik. Maar ik denk dan dat punt 1 word of mouth sowieso veel beter is. Als je maar één vriendje hebt die er een keer geweest is en dat appartement, dat is 100 keer zoveel belangrijker dan al die reputaties op internet die misschien mensen, weet ik wat, wie die geschreven hebben. Hè? Ja, maar er zitten dus een paar laagjes in. Ja, ja. En in die laagjes, die zijn bij de digitale wereld anders dan in de analoge wereld. Ja, ja. Ja, ik volgens mij bij Booking.com heb je het ook, als je dan naar een hotel in Bas gaat kijken, dan krijg je ook eerst te zien, of krijg je iemand erbij te zien, goh, welke vrienden van jou, bij TripAdvisor, in ieder geval welke vrienden van jou toen ze in zat waren, wat ze toen hebben gedaan. Mm-hmm. Omdat je dan toch gaat denken van, goh, wacht even, mijn vrienden hebben het gedaan, die hebben het leuk gevonden. Dus dan is de kans dat ik het zelf leuk vind ook groter. Ik kan me ook voorstellen dat uiteindelijk, als ik zelf kijk naar mijn eigen Airbnb recommendations, die ik zowel heb ontvangen als gegeven, als ik daar gewoon heel erg plat naar kijk, zijn het eigenlijk is het vaak gewoon bullshit. I would highly recommend this person. Ik kan me voorstellen dat op het moment als je zegt, oké, met die systemen, je gaat die informatie niet meer openbaar voor iedereen bekendmaken, maar alleen maar voor een close group vrienden. Mm-hmm. Dat je dan ook veel eerlijker gaat zijn in wat je van wat je er echt van vond. Ja, dus mijn in dat kader ook van leerprocessen. Ik denk dat voor dat soort dingen, In een business of een privé toepassing, dat moeten we allemaal nog een beetje leren. Mm-hmm. Aan de ene kant heb je de reputatiekant, aan de andere kant heb je ook de schandpaalkant, hè? En de pestkant. Dus hetzelfde mechanisme. Ja. Dus dat moeten we allemaal nog een beetje leren. Ja. En dat heeft tijd nodig. Ja. Ja. En wat je natuurlijk ziet bij over reputatie gesproken, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe mensen in Nederland, hè, grootschalige aankopen doen, hè? Dus een nieuwe auto of een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer, dat soort dingen. Hè? Wat ze doen, over het algemeen, wat ik ervan begrepen heb, is de shortlist wordt via internet vastgesteld. Hè? Dus bijvoorbeeld even concreet nieuwe keuken, misschien zit je wel in die markt op dit moment, weet ik niet, nieuwe keuken. Nou, praat je al gauw van 15.000 euro of zo, dat is voor heel veel mensen heel veel geld. En wat er dan gebeurt, is dat de shortlist van waar zou ik die keuken kunnen krijgen, die wordt dan digitaal vastgesteld. Ja, van nou, ik wil daar kijken en daar kijken. En stel dat we zitten nu in Utrecht, hè. Dus als dan in jouw eerste search op die shortlist een club uit Groningen of een club uit Maastricht komt, gaan mensen dus gewoon naar Groningen toe. Mm-hmm. Maar de uiteindelijke besluit valt gewoon ter plekke. Ja. Dus we willen toch even die keukenplaat vastpakken. Ja. Ja. Dus ja, het is ook dat weer is een trappetje. Ja. Dus de eerste selectie bij keukens en badkamers, de eerste selectie gaat via internet. Maar uiteindelijk gaan ze gewoon naar de Gamma of naar de IKEA, vul maar in. Ja, ja, ja. En ja, de rol van reputatie bij de bepaling, want dat is natuurlijk jouw vraag. De rol van reputatie bij de bepaling van die shortlist, die ken ik niet. Ik ken ook heel weinig systematisch onderzoek daarover. Ja, ja. Ja, nou, intussen beginnen de donkere wolken zich boven Utrecht te wormen. Ja. Mooi, mooi. Ja. Gaat dat goed zo? Ja, gaat goed zo. Hoe vaak staat er boven interview, maar uiteindelijk is het gewoon een gesprek en vooral heel erg hardop nadenken en zo elkaar verder helpen. Er is heel veel try and error. Ja. Hetzelfde geldt met airliners en dergelijke. Kijk, dan kun je allemaal wel grote voordelen over reputatie hebben. Maar waar het natuurlijk om gaat is van hoe duur is het ticket? Is het een betrouwbare airline in de zin van de vlieg vallen, niet uit de lucht vallen? Mm-hmm. Hè? En de beden was een beetje. Ja, 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 ja. Ja, maar ik kan volgens mij om terug te gaan op Airbnb, dat ook gewoon vaak een stukje, hè, in ieder geval wat je zegt, oké, je maakt een shortlist. Met de keukens en volgens dan is toch het gevoel waar je het best gevoel bij hebt, degene waar je uiteindelijk naartoe gaat. Ja. Hetzelfde, en daarom zie je ook in het systeem van Airbnb, dat je ook, je kiest iets uit, maar vervolgens moet je diegene een bericht sturen, waar je jezelf in introduceert, mag ik jou een huis huren? En op basis daarvan bepaalt dan de verhuurder van, ja dat mag wel of nee dat mag niet. Hoewel je ook steeds vaak ziet dat die stappen ook tussenuit wordt gehaald. Ik heb pas een mailtje van Airbnb, dat zij nu ook zoveel duizenden locaties hebben,
waarbij je gewoon zonder blik of blozen gewoon zegt van ik wil het huren en dan heb je het. Maar dat zijn waarschijnlijk ook locaties zijn die sowieso heel veel worden verhuurd en misschien ook in veel definities onder het kopje illegaal hotel geschaard worden. Ik denk dat Airbnb het niet gaat redden. Ik denk, dat dacht ik 2 jaar geleden trouwens ook al. Niet omdat het concept niet viable is, maar omdat hun brand onduidelijk is. Er zijn bijvoorbeeld, dat is even beside the point van reputatie misschien, maar er zijn bijvoorbeeld wat Oost-Europese hoofdsteden. En dan gaan mensen soms 2 dagen in het park slapen, zodat ze wat geld kunnen krijgen via Airbnb. Dus dat is allemaal een beetje. Ja, ja. En dat durven wij hier deeleconomie te noemen. Nou, dan heb je toch echt niet begrepen wat er gebeurt. Nee, die mening deel ik. Dat deel ik. Een mooie combinatie. Ja, als je kijkt naar systemen, wat voor. En dat gaan praten over de impact van elkaar online waarderen. En zowel of heel positief waarderen, maar ook wat je ook zelf aangaf, een schandpaal. Wat voor impact heeft dat, denk jij, op het doen en laten van mensen? En zeker als we elkaar steeds. We gaan waarschijnlijk de komende jaren steeds vaker dingen met elkaar doen via platformen of via internet. Ik vind het een kruis. Vertel. Ik ken er geen onderzoek over. Ik zeg maar even, maar het. Maar als je wat ik vermoed dat er gaat gebeuren, en ik neem als voorbeeld even de Chinese initiatief om op basis van big data de modelstudenten achterhalen. Hè. Wat maakt dat iemand modelstudent is? Of het sociaal kredietsysteem, hè, waarbij iedere Chinees wordt gerankt tussen 0 en 1200 in een deal tussen Alibaba en de Chinese overheid. Kijk, wat natuurlijk gaat gebeuren in die battle om aandacht, is dat, voor hoeveel mensen in jouw leven heb je werkelijk tijd om te achterhalen in een persoonlijk contact wie ze zijn? Hm. Nou, het onderzoek weten we dat een werkelijk vriendschap onderhouden kost 1 tot 2 dagen dagdelen per jaar. Dat is het absolute minimum. Hm. Nou, dan zit je dus al aan een bepaald maximum, hè. Dan moet je ook nog werken en zo, je moet slapen en af en toe een beetje knuffelen. Dus dat is niet zoveel. Dat betekent dat de neiging van ons om heel snel even te selecteren op basis van profielen is natuurlijk heel groot. En ook heel begrijpelijk. En wat er dan gaat gebeuren, dan komt mijn oudste dochter een keer met een vriendje thuis. En wat ik dan natuurlijk ga doen, is straks even kijken op internet, à la de China, op dat profiel van die persoon een hoog zijn ranking is. In plaats van dat ik echt met die vent in gesprek ga. Ja. En dan kom je een soort profileringsmaatschappij tegen. En persoonlijk, maar dat is mijn gevoel, hebben we over dit soort impacts van profileren, wat je natuurlijk bij Airbnb ook al ziet gebeuren, persoonlijk hebben we daar volgens mij nauwelijks over nagedacht. En als het niet de kant op gaat, dan denk ik ook dat het niet erg gezellig is. Want? Dan zie ik jou niet meer. Dan zie ik jouw profiel. That's not you. Ja. En dan kan ik misschien wel nee tegen jou zeggen op basis van dat profiel, terwijl ik jou helemaal niet ken. Ja. Gebeurt nu natuurlijk ook volop, hè? Ja, ja. Ja, absoluut. Als ik kijk naar mezelf, in ieder geval, ik ben me heel, heel bewust van de impact van mijn online profilering. Ja. Op een gegeven moment ben ik gevraagd om een van de 40 Young Potential European Leaders on the 40 te worden. Nou ja, ik dacht eerst van dat spam, maar bleek echt een vraag te zijn. Nou, super interessant. Ja, nee. Maar ik vroeg ze toen van, goh, hè, op basis waarvan heb je de keuze gemaakt? Want ik ben niet actief in politiek. Ik ben niet in ieder geval, ik heb niet openbare mening over Europa. Dus ja, why me? Als enige Nederlander. En toen zei ze, ja, op basis van wat we van jou hebben gevonden online. Nou, ik ging terugkijken, jongens, maar wat toen er tijd van mij online stond in het Engels, was mijn LinkedIn profiel. En mijn site van Brand Expedition, mijn vorige project. En op basis daarvan hebben zij gezegd van, ja, Martijn, jij behoort tot een van die 40, bla bla bla. Ja, ja. Interessant, hè? Zonder dat ze iemand mij heeft aanbevolen, zonder dat ze me ooit hebben gesproken. Ja, bij dat Crystal Knows, dan zie je hetzelfde. En mijn punt is, misschien is het wel een heel interessante ontwikkeling, hè? Misschien is het ook wel heel effectief en efficiënt. Of schoon met de komst van internet er nauwelijks meer economische ontwikkeling is geweest. Hè? Dus het hele idee dat internet leidt tot meer economische groei is natuurlijk gewoon feitelijk onzin. Maar mijn punt is dat je
vind ik, voordat je zo'n adoptie gaat voor de, überhaupt wat te besturen is, hè, dat je over moet nadenken. Dat, ja. dat mis ik enorm. Ja. 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 Maar het is ook wel de rode draad ook in jouw verhaal en ook wat ik ook lees van wat jij online publiceert. Het gebrek eigenlijk in super, ja, gewoon simpel, kritisch, nuchter nadenken, maar ook dieper nadenken ja. over de dingen die er spelen ja. en het vaak ja. gewoon te ja, plat aannemen van dat het de waarheid is en ook dat het hetgene wat ook wordt gecommuniceerd de waarheid is. Ja, de, in de filosofie noemen we dat inevitabilists, hè. Dus wat Kierkegaard 200 jaar geleden ook al zei, is dat je in de positie zit van de onvermijdelijkheid van nieuwe tech, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Ja. Als je bijvoorbeeld neemt het Rathenau Instituut in Nederland heeft anderhalf, twee jaar geleden is voorgesteld om tot een soort technische bijsluiter te komen. Ik weet ook wel dat het onuitvoerbaar is, maar als gedachte vind ik het charmant. Ja. He, van, nou, welke tech willen we nou wel of willen we niet hebben? Ja. Nee, bijvoorbeeld die zelfrijdende auto. Daar wordt gewoon echt niet over nagedacht. Dat, ja. dat is een lobby van automobilisten, van autobedrijven. Wat ze overigens natuurlijk ook gewoon mogen, he, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Maar de werkelijke consequenties van welke nieuwe afhankelijkheden ontstaan. Welke nieuwe machtsconstellaties ontstaan. Wat gaan we met al die informatie doen? Van wie is de informatie? Wordt gewoon niet van aangedacht. Ja. Ja. Dat is niet oké, vind ik. Nee, dat ja, snap ik. En zelf doe ik natuurlijk vaak aan mee dat je juist de vragen stellen die niemand anders stelt. En ook vaak mensen ook net vaak niet willen horen. Ja, dus ik mis dan wel eens een beetje een evenwicht in het gesprek. Ja, ja. Maar wat je dan doet is ook, even heel plat gezegd, soms wat feestjes verstoren, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Dat krijg ik dan ook te horen. Hoe ga je daarmee om? Fact of life. Ik heb een heel leuk leven. Oftewel, je hebt de feestje niet nodig om een leuk leven te hebben. Nee, ik vind dat ik een ontzettend leuk leven heb met mijn kinderen en mijn partner. En ik denk dat ik het mag zeggen met heel veel vrienden. En wat ik wel eens waarneem. Is, ik doe wel eens van die idiote voorspellingen en zo. En dat ik in mijn manier van communiceren heel precies moet zijn. Omdat je als je buiten de context communiceert, dan valt het kwartje niet vaak. Mm-hmm. En dan moet je dus heel precies zijn in hoe je dingen brengt, dat het kwartje echt valt. Ja. En wat ik vaak terugkrijg als feedback van mensen, of vaak, dat klinkt ook, maar wel eens terugkrijg, is van dan zeg ik wel eens wat, hè, een woord of een zin. En dat dan mensen dan pas een half jaar later, en dat vind ik dan wel leuk, terugkomen van ja, je zei toen dat. En er was over nagedacht. Mm-hmm. En ja, verdorie. En waar ik best wel trots op ben, is al mijn voorspellingen uit de periode 2000, 2003, 2004, zijn echt allemaal uitgekomen. In mijn inaugurale reden in 2003 heb ik al uitgelegd waarom er deflatie komt. En wat er met banken gaat gebeuren. Dus is misschien een beetje ijdel, maar dan. Ik zit toch echt jaren voor de bekende trendwatchers. Oké, maar laten we eens kijken naar het nu richting de toekomst. Mm-hmm. Wat zijn dingen die jij, als het gaat over technologie en internet, nog aanzien? Ik denk komen? Dat, zoals ik het zie, mm-hmm. is op dit moment de grote keuze niet een technologische, maar de grote keuze of we gaan voor frissen of moraal. Alles ligt open. Het 2x2'tje, wat ik weet niet of je het kan zien, een 2x2'tje mm-hmm. in mijn hoofd, is kiezen voor frissen of voor moraal. Bijvoorbeeld, als jij, en ik noem gewoon voorbeelden van bedrijven, niet omdat ze goed of slecht zijn, maar om het concreet te maken. Mm-hmm. Okay? Als jij je televisie bij de Mediamarkt koopt, dan krijg je misschien een beetje goedkoper, het zou kunnen. Als je dat besluit in een iets groter ecosysteem denkt, dan zou het kunnen zijn dat doordat jij dat bij de Mediamarkt, dat televisieboer bij jou om de hoek failliet gaat. Mm-hmm. En daar dus een maatschappelijke functionaliteit wegvalt. Datzelfde geldt voor waar je vlees koopt, waar je aardappelen koopt enzovoort. Nou, wat je kan doen als gewoon individueel burger, je kan het besluit nemen om gewoon bij de winkel om de hoek te kopen. Niet zozeer omdat die goedkoper is, maar omdat jij het van belang vindt
dat die functionaliteit intact blijft. Mm-hmm. Nou, dat is fressen of moraal. Ja, moet je dan ook niet op een gegeven moment gewoon vanuit de overheid zeggen, wij vinden dat belangrijk? Nee, dat zou want als overheid kun je natuurlijk ook via heel veel middelen sturen daarin. Ik denk dat dat een heel verstandige gedachte zou zijn, ja. Ja. En gaat het gebeuren, denk je? Op dit moment niet. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld van, de gedachte heb je natuurlijk al begrepen. Als jij dus gewoon alleen kiest voor, ik wil die goedkope tv, that's it. Mm-hmm. En je ziet niet iets grotere plaatje, dat is fressen. Er is niks mis mee, mag. Velen zijn met jou. Hè. Je zou ook voor kunnen kiezen, bijvoorbeeld om te zeggen, ik betaal 2-3 tientjes meer, want vaak het verschil groter is niet. Mm-hmm. En ik kies voor die winkel mij om de hoek. Omdat ik het belangrijk vind dat ecosysteem in mijn wijk in stand blijft. Ja. Dat is moraal. Ja. En hoe kan je ervoor zorgen? Kijk, want deels gebeurt het natuurlijk vanuit de natuur van het individu waar je voor kiest. Maar dan denk ik dat de balans ongeveer 95-5 zou zijn. Ik ben een optimist. Hoe zou jij die balans de andere kant op kunnen doen? Of hoe zou je daar op kunnen sturen om in ieder geval meer richting dat moraal te gaan? Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Nou, het antwoord daarop is altijd natuurlijk onderwijs. Maar ja, dat is dat duurt generaties. Mm-hmm. Ik weet het niet. Mijn antwoord daar is op dit moment is gewoon dit aan jou nu te zeggen. En je er bewust van te maken. Ja. En door dit aan jou te zeggen, zeg ik het in jouw geval misschien wel aan 100 mensen. Mm-hmm. En dan heb ik mijn punt gemaakt, zeg maar. Ja. Ja. Dit speelt natuurlijk veel vaker. Neem bijvoorbeeld die elektrische auto's die nu zo aan focus zijn. Ja, dat kun je kopen vanwege fressen, hè. En je begrijpt, ik bedoel, 1 cent per kilometer is iets anders dan 20 cent per kilometer. En maar je kunt ook, en dat in de literatuur heet dat presencing, hè. Dus hetzelfde besluit in een iets grotere context bekijken. Mm-hmm. Je kunt ook kijken van, die elektrische auto's nu, zijn die nou wel echt goed voor het milieu? Ik bedoel, het is gewoon een verplaatsingsding. Mm-hmm. Ja. Dan zou je het een moraal ding van kunnen maken. Fressen of moraal. En dat zit bij mensen. Ja. En het tweede wat je ziet, mag ik hier iets opschrijven? Ja, natuurlijk. Want dat praat gewoon wat makkelijker voor mij. Dus je hebt dus zeg maar fressen van Bertolt Brecht, hè, moraal. Dus hier gaat het gewoon ikke. En hier gaat het kiezen over the great and common good. Hè. Mm-hmm. En heb je hier zeg maar de bottom-up kant en de top-down dingen. Nou, hier fris en top-down, dat is gewoon de standaard corporation, zeg maar. Waarover 60-70% van de bedrijven zit daar. Hè. Mm-hmm. Top-down moraal bestaat ook. Mijn voorbeeld daarvan is altijd Paus Franciscus, Enlightened mm-hmm. Management. Op zich is er natuurlijk niks mis met een grote organisatie die top-down werkt. Het Rode Kruis is ook groot. Maar als je zeg maar laten leiden door de greater common good, dan kom je hier bij enlightened management. Hè? Dan krijg je fresh and bottom-up, dat is de gemiddelde ZZP'er zit daar. Mm-hmm. En die lopen de borrels af om nieuw business te scoren. Op zich niks mis mee, hè? Mm-hmm. En moraal en bottom-up, dat is misschien wel nieuw burgerschap. En ja, en jouw vraag voor hoe gaat het dan verder, want zo kwamen we hier op. Ik denk dat in de komende 5 jaar dat deze 4 scenario's alle 4 zichtbaar zijn. Mm-hmm. En dat het de komende 5 jaar gaat uitkristalliseren. Gaan we nou, waarbij ik persoonlijk de keuze tussen deze twee belangrijker is als de keuze tussen deze twee. Dus, ja. Dus een frisse moraal, dat is de bovenliggende keuze. Mm-hmm. En ga je dan bottom-up of top-down organiseren, dat is de tweede keuze. Ja. Ja. En mijn antwoord op jouw vraag van waar gaat het dan de komende naartoe en hoe zie jij het, mm-hmm. is dat ik weet het niet. Maar ik denk dat we de komende jaren, de battle tussen deze twee gaat. Ja, ja. Waarbij ik ook vaak kijk naar de internationale machtspolitieke constellatie.
ook wel eens een heel dun ijsgevoel heb. Dat is een ander onderwerp. Ja, absoluut, absoluut. Als je kijkt, want voor mij zit het is nu een kleine drie kwartier, zijn we verder. Als je kijkt naar het stukje online profilering, online waardering, online rating. Kijk, uiteindelijk is mijn doel om in ieder geval de discussie verder te helpen. Maar ook om te kijken, voor mijn ambitie is niet om te zeggen, jongens, dit moet het worden. Maar wel om een soort van ingrediëntenlijstje samen te gaan stellen. Oké, wat zijn nu nog punten die nog ontbreken of anders moeten als je kijkt naar wat er nu gebeurt. Om een voorbeeld te geven is, er is bijvoorbeeld geen recht op fouten maken. Hoe leer je als mens, hoe ontwikkel je als mens door af en toe over de streep te gaan en soms gaat het fout. Alleen op het moment dat je weet wat de consequenties zijn van jouw maken van fouten, dan is de kans dat je bewust gaat maken of als je ook maar het risico neemt om ze te maken, dat dat gewoon nul gaat worden. Omdat je weet wat het uiteindelijk voor gevolgen hebben voor jouw leven. Een ander is bijvoorbeeld de houdbaarheid van bijvoorbeeld waarderingen. Het feit dat ik bijvoorbeeld vandaag een slechte timmerman ben, betekent niet dat ik over 5 jaar nog ben. Nee, maar in de internettijd, alles is voor de eeuwigheid. Hè? Ja. Google is een lifetime archive. Ja. Ja. En dan zeker natuurlijk ook omdat de opslag gewoon steeds goedkoper wordt. Zal het alleen maar, zal het niet minder worden. Ja, ik heb al eerder gezegd, voor mij is het dominante ding, wie niet gezien is, is weg. Tegelijk wat je natuurlijk ook heel erg ziet, en daar als het gaat over online reputatie, zou ik daarop inzetten. Mensen hebben, omdat er zo ontzettend veel verandert, of lijkt te veranderen, enorm veel behoefte aan guru-dom, hè? Dus markt, thought leadership. En mijn advies aan bedrijven op dat gebied is, kies voor de positie van thought leader. Maak het ook waar, mm-hmm. Want dat is wat mensen willen. Dus hoeveel beweging er ook is, uiteindelijk gaan mensen kijken van, de meeste van ons kijken van, achter wie wil ik aanlopen. Mm-hmm. En dat gaat dus niet over business, maar dat gaat over thought leadership. Ja. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar Harvard. Harvard is heel erg goed in thought leadership. Als je echt de inhoud kijkt, dan lopen ze echt 10, 15 jaar achter op sommige hier. Mm-hmm. Maar ze zijn gewoon heel goed in marketing. Ja. En thought leadership. Ja. En heel veel mensen die vinden dat prettig. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld in de McKinsey-strategie. McKinsey is natuurlijk een voortreffelijk bedrijf. En er is nog nooit een baas in Nederland ontslagen omdat hij McKinsey heeft ingehuurd. Mm-hmm. Dat heeft iets met het thought leadership te maken. Dat is een positie die ze geclaimd hebben, die voor hen werkt. Ja. En hoe warriger de wereld wordt, hoe onzekerder de wereld wordt, hoe belangrijker de stabiliteit van het thought leadership en de brand erin wordt. Mm-hmm. Hoe meer onzekerheid, hoe meer goeroes. Ja. Ja. Zie je, kijk naar Ben Tichelaar, als voorbeeld. Mm-hmm. Dus wat hij doet is natuurlijk ontzettend alleraardigs, maar er zit echt geen spatje nieuw aan. Mm-hmm. Ik denk dat jij het meer begrijpt dan hij in de wereld. En als je tijdens je show een beroemd iemand opbelt, dan gebeurt er feitelijk niks. Maar dat gaat dus over thought leadership. Mm-hmm. En het feit dat jij iets van de shining van die guru krijgt door hem gewoon real-time te kunnen opbellen. Mm-hmm. Dat is gewoon één grote truc. Ja. Maar Ben Tichelaar en zijn zalen zitten wel vol. Ja. Dat heeft hier iets mee te maken. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk zie je auto gebeuren in ieder geval binnen die grote platformen. Dat gaan ook gewoon in ieder geval, wat zij vooral nieuw doen, is gewoon heel slim marketing. Ja. Maar dat zit heel veel dus in overtuiging creëren via thought leadership. Ja, 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 interessant. Dat is wat ik een beetje zie. Ja. En dat is de Stephen Hawking in de natuurkunde. Ik vind Ben Tichelaar daar een goed voorbeeld voor. Hij doet dat natuurlijk gewoon heel slim. Mm-hmm. Je ziet dat in, hoe heet hij nou ook weer, die bankenjongen. Joris Luyendijk. Wat Joris Luyendijk zegt, er zijn in Nederland al in 2001, 2002 al mensen op gepromoveerd. Tony de Bree bijvoorbeeld, je kent hem wellicht. Die zegt precies hetzelfde al 20 jaar. Maar het is daar zie je het dus gebeuren. Hè. Joris die schuurt tegen de brand van de MSC aan. Dat is jouw platform. Mm-hmm. Hij wordt gebracht als een guru.
Daar wordt de brand van NSC helpt hem. En daardoor kan hij dus tref en exposure organiseren. Wie niet gezien is, is weg. En hij wordt dus gezien. Ja. En dus heeft hij inmiddels 8 ton, 9 ton aan dat boek verdiend. Ja, ja. Ja. Doet hij dat doet slim. Hij goed. Ja. Ja. Maar of het nou echt moraal is, ik weet het niet. Ja, ja. Nou, misschien moet ik een keer vragen. Dat moet hij maar voor zichzelf uitmaken. Ja. Hij overtreedt natuurlijk geen enkele wet. Nee, dat klopt, maar dat andere discussie. Dus jouw onderwerp, ik zou dit punt, hè, ik vind het een ongelooflijk interessant punt. Heel veel dingen weet ik gewoon niet. Maar ik zou dat dus gewoon via dit soort mensen proberen te analyseren. Heel concreet. Van hoe doet Ben Tichelaar dat nou? Waarom komt hij nou door en komt hij in ieder geval veel sterker door dan ik vermoed jij? Mm-hmm. Terwijl jij minstens zoveel te melden hebt. Ja. Waar zit dat nou in? Ja. Joris Luijendijk, Tony de Bree, die wist het echt al veel, veel meer. En daarvoor is in 2001. Hoe komt dat nou? Ja. Ja. Dat heeft toch iets met goeroedom te maken. Ja. En gezien worden. Ja. En dan moet je ook een beetje gegund worden. Maar dus gegund worden kan pas als je lang kennen. Als je iemand die je niet kent, kan je niks gunnen. Nee, klopt. Klopt. Is zo. Dat is interessant. Nou, volgens mij kunnen we hier nog wel uren over doorpraten. Maar, ja, het belangrijkste is inderdaad, wat je ook zegt, uiteindelijk, even om ook dat stukje reputatie ook in een groter iets te zeggen. Zeker ook in een wereld waar steeds meer informatie komt, dat eigenlijk steeds belangrijker wordt om inderdaad daarin gezien te worden. Natuurlijk ook de belangrijke vragen stellen over, jongens, maar willen we het allemaal wel? Nou, niet zozeer dingen gelijk te oordelen of te veroordelen, maar meer het gesprek te gaan voeren wat niet wordt gevoerd. Ja, interessant. Nou, de omgekeerde, hè. Je hebt natuurlijk de reputatie met de omgekeerde ook. Wat je natuurlijk ziet gebeuren als onderdeel van dit punt, is dat je ook steeds meer ziet dat fake niet verkoopt. Mm-hmm. Iets wat fake is, als iemand die presenteert zichzelf als heilige. En hij is het niet. Dus daar zie je dus ook al een afgrenzing van het probleem. Dat voelen mensen. Mm-hmm. Dat voelen. Dat die antenne zich gaat ontwikkelen. Ja. En ook bijvoorbeeld waar je ook een beetje het probleem wat kunt focussen. Wat bijvoorbeeld ook desastreus gedrag is in het kader van reputatie. Dat is, ik noem dat dan altijd kraslotgedrag. En kraslotgedrag, dan kom ik weer als ZZP'er bij een borrel, hè, en ik zie jou. En dan op het moment dat ik jou de hand wil schudden, zie ik achter jou zie ik een voor mij grotere maatschappelijke kant staan. Hè. Zie je het voor je? Mm-hmm. Nou, dan negeer ik jou. Ik scheur jou dus letterlijk door, hè, want je bent even geen kans. Dus jij bent een kraslot voor mij. Mm-hmm. En ik negeer jou en ik ga naar de volgende. Ja. Nou, dat is niet verstandig om te doen. Als ik dat met jou flik, dan weet je dat over 10 jaar nog. Ja. En ik kan het totaal vergeten. Ja, ja. Plus daarna denk ik ook dat het ook steeds lastiger wordt om op basis van uiterlijke kenmerken die keuze te maken. Hè. Bijvoorbeeld het voorbeeld, de vader van de vriend, maar die is huisarts. Nou, die heeft een jaar lang praktijk gehad, apotheek opgesteld, hè. Die heeft zich goed geboerd. Nou, op een gegeven moment die kwam in zijn klofje kwam die bij een Mercedes garage. Nou, niemand wilde hem helpen. Nou, ja, op een gegeven moment gewoon omgereisd met zijn dikke vinger. En volgens mij bij de buurman koop je 2 nieuwe auto's. Dus ik denk dat mensen ook gewoon moeten leren om niet direct te oordelen op een eerste indruk die ze blijkbaar van iemand hebben. Omdat die ook vaak is gekleurd door aannames die vaak nergens op slaan. Ja, nee, je kent de uitdrukking, the assumption is the mother of all fuck-ups. Ja. En wat ik van communicatie heb geleerd, is, en dit gaat natuurlijk over communicatie. Communicatie wordt altijd voorafgegaan door connectie. Ja. Dus, en als jij dus meent een oordeel te kunnen hebben over iemand zonder connectie, je bent kansloos. Ja. Ja. Eerst connectie, dan communicatie. Ja. En je moet daar ook je eigen gevoel een beetje in vertrouwen. Ja. Dus als jij een gek gevoel krijgt bij iemand, dan is het oftewel een inner guidance, verstandig om daarna te luisteren. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, en om dat te haken aan reputation, ik denk dat ook gewoon veel meer ruimte moeten laten voor dat soort misschien minder tastbare variabelen. Ja. En daarnaast ook die reputation dingen niet als de heilige leidraad moeten zien.
maar meer als een soort van misschien een stukje selectiehulp indien het nodig is. Maar uiteindelijk altijd, hè, wat je ook zegt, eigenlijk mooi in het begin. En daarmee ronden we ook mooi af, dat je uiteindelijk, hè, online reputatie bestaat niet. Uiteindelijk is het een soort van vastlegging of uitdrukking van hetgene wat je offline als mens doet. Ja, en daarna ook accepteren dat uiteindelijk dat stukje online in veel gevallen niet perfect is, in veel gevallen is gemanipuleerd. En dus dat je op heel hard dun ijs bevindt als je puur gewoon blind daarop gaat varen. Ja. Ik denk het wel. Ja. En ik denk dat we de komende 10 jaar met elkaar gaan uitvinden hoe het echt werkt. Hè? Die balans tussen virtual en physical. En dat is gewoon heel interessant. En sommige mensen die hebben mazzel dat het, zoals Mark Zuckerberg, dat het muntje hun kant op opvalt, zeg maar. Mm-hmm. In de risk society. Hoe het echt werkt, ja, het zal blijken. Ja. Nou, laten we daar de komende jaren nog veel over gaan lezen en praten. Ja. Als je het interessant vindt, op mijn site staan 8 essays over, laat ik zeggen, marketing in de digital age. Ik weet niet of je het kent, maar staan op meer systematisch nu. Ja. Kun je dan een beetje nalezen over met hele praktische business voorbeelden, hoe ik erover denk. Ja, top. Ik zal sowieso onder de video ook een link sturen naar je site, mensen daar ook door kunnen klikken. Ja, ik kan je zo laten zien. Ja. Is goed. Okay. Is gewoon leuk. Ja, top. Oké. Okay. Oké, dankjewel. Dankjewel. Goed. Mooi gesprek. Hoi.